vandaag organiseren wij de Dag van de Antwerpse Vertelkunst. Het is dit jaar 130 jaar geleden dat Conscience overleed. En naar aanleiding daarvan organiseren wij op en rond het Conscienceplein allerlei soorten vertellingen van alle mogelijke genres. Antwerpen is ook een echte plek om dingen te vertellen. Er hangen aan die stad hangen heel veel avonturen aan of geschiedenis. En we hebben heel goede vertellers. Moppen aan de toog of verhalen die in een café verteld worden met veel inleving en grappen en wat weet ik. En ik vind dat is ook een hele authentieke vorm van vertellen. Maar ook de verhalen zelf van grote schrijvers, de taal van grote schrijvers, is heel aangenaam, vinden de mensen ook heel aangenaam om naar te luisteren. Meestal in Antwerpen heel gekleurd. Vaak ook erover, hè? Maar plezant gekleurd. Dus wij zijn goede vertellers. Vertelkunst is belangrijk, hè? Dus het uitwisselen van informatie tussen mensen. Maar ik heb nu wel niet het gevoel, als het nu echt over wetenschap moet gaan, dat vertellingen dan de beste basis zijn om solide inzichten te krijgen. Verhalen zijn zelden een bron van goede wetenschap. Je moet verhalen zien als wat ze zijn, namelijk verhalen die amusement kunnen bieden en ook ergens een bepaald filosofisch ding kunnen leren. Maar voor wetenschap, Roodkapje en de Wolf is zo'n mooi voorbeeld. De Wolf heeft een onwaarschijnlijke kwalijke reputatie met zich meegekregen als gevolg van dat verhaal van Roodkapje, terwijl alle wetenschappelijke gegevens aantonen dat er zelden conflicten zijn tussen wolven en mensen. Dus Roodkapje moet blijven lezen als een sprookje, maar niet als een bron van wetenschappelijke informatie over de wolf. Wat niet wil zeggen dat vertellingen die natuurlijk niet geweldig plezant zijn. Dat is een heel ander verhaal. Conscienceplein heeft echt alle kwaliteiten van een goede theaterzaal. Het is heel, heel, heel bijzonder. Een van de mooiste, allermooiste vertellingen die ik ooit heb gehoord in Antwerpen is een vertelling van Wannes van de Velde. Je kan die terugvinden in het archief van ATV. En daar vertelt Wannes van de Velde over een iemand uit Andalusië die in de stad verdwaald geraakt. Het hele plein was stil. Die akoestiek was onvoorstelbaar. Dat dus alle verstotenen, de Joden, de christenen, ja, mensen die overal elders verstoten werden omwille van hun huidskleur, omwille van hun geloof, omwille van dat ze een grote mond hadden, die konden dus allemaal terecht in Antwerpen. Een beetje zoals vandaag. Als dit het begin is van een grote traditie, om die Antwerpse vertelkunst een plek te geven en in beeld te brengen, vind ik absoluut briljant idee. Hier benoemd aan de mensen.